Hartelijk welkom. Dit is het RTVA Nieuws van vrijdag 12 februari, gevolgd door het weekoverzicht. Gabrielle Savat, de hoofdagent die in 2008 bij een incident in Amstelveen werd doodgeschoten, krijgt in een nog te bouwen wijk De Schech een eigen straatnaam, de Gabrielle Savatlaan. De gemeente vroeg in december aan bewoners suggesties te doen voor nieuwe straatnamen en dan vooral van overleden Amstelveeners die wat voor de gemeenschap hebben betekend. De naam van Gabrielle Savat werd daarom massaal ingezonden. Donderdagochtend kwamen een aantal leden van haar korps, haar moeder en drie wethouders van de gemeente Amstelveen samen op de plek waar de straat komt. KNGF Geleidehonden heeft de deuren van haar geleidehondenbeleving in Amstelveen opengesteld voor het publiek. De beleving, waarbij je ervaart hoe het is om blind met een virtuele geleidehond door Amsterdam te lopen, is een unieke ervaring. Ook ik mocht hem uitproberen. Het is 5 minuten lopen naar het station. Wilt u even oefenen hoe dat gaat? Oké. Wij merkten dat er heel veel behoefte was van mensen om hier dus binnen te kijken. Mensen die het bijzonder vinden wat we doen en die graag eens een kijkje achter de schermen wilden nemen. Als wij dat zouden doen, iedere keer dat het gevraagd werd, dan zouden we niet meer aan ons eigen werk toekomen. Dus toen hebben we bedacht om een hele beleving te bouwen waarin je kan ervaren hoe het is om met een blinde geleidehond te lopen. En daarnaast hebben we een tentoonstelling gemaakt waarin we het hele verhaal van pup tot geleidehond en alle aspecten die daarbij komen kijken uitleggen aan de mensen. Kom, dan gaan we nu verder. Om 12:30 heb ik lunchpauze en die begin ik graag met een goede koffie. Zullen we dan nu eens een cappuccino gaan halen? Nova, vooraan. We zijn sinds 1 februari begonnen met het openstellen van de beleving voor publiek. 4 november is die geopend door koning Willem-Alexander. De eerste reactie die wij hebben zijn heel erg goed. Mensen zijn onder de indruk dat ze het heel bijzonder vinden om nou eindelijk eens te ervaren hoe het dan is om met een blinde geleidehond te lopen. En wat we ook merken, dat merkten we natuurlijk al in de verzoeken van, dat mensen zeiden, oh, wat komt er veel bij kijken wat jullie doen. En ook wel eens een reactie zeiden, het is een echt bedrijf. En dat merken we nu ook bij bezoekers die dus eigenlijk verbaasd zijn hoeveel er nog bij komt kijken. Wij doen ons werk natuurlijk grotendeels middels donaties van mensen die hun geld aan ons ter beschikking geven. En we willen ze graag laten zien van, kijk, dat doen wij met uw geld. Daarnaast is het ook wel heel belangrijk voor ons om mensen te doen realiseren hoe het is om blind te zijn in een wereld die helemaal is ingesteld op ziende mensen. Mm-hmm. En we hopen dat we dan ook wat meer begrip bij ziende mensen teweeg brengen. Om ook mensen met een blinde geleidehond en andere blinde mensen uiteraard wat meer ruimte te geven. Dankzij een geleidehond krijgen mensen met een beperking, zoals ik, een beter leven. Ja, prachtig. Ja? Heel mooi. Je maakt echt precies mee hoe het is om afhankelijk te zijn van één beest. De beleving is elke dinsdag en vrijdagmiddag op afspraak te bezoeken. Geïnteresseerden kunnen via de site van KNGF Geleidehonden reserveren. Het Rode Kruis in Amstelveen is op zoek naar versterking. Het Rode Kruis aan het Huzeplein, wie kent het gebouw niet? Ze hebben grote plannen, maar daarbij ook hulp nodig van jongere mensen. En daarom starten zij een zoektocht. We zijn bezig met het opzetten van een jongerengroep en we willen gewoon allerlei leuke activiteiten gaan doen, waaronder 2 grote evenementen. En daar hebben we natuurlijk veel meer jongeren bij nodig dan wat we nu hebben. Ja, waarom zouden jongeren dat nou bij het Rode Kruis moeten komen? We zijn als Rode Kruis zijn we bezig met het oprichten van evenementen in Amstelveen, maar ook met EHBO-hulpverlening. Voorlichting op scholen is een mogelijkheid. Het is maar net wat je leuk vindt. Nou, ik ben nu sinds 5 jaar ongeveer evenementenhulpverlener bij het Rode Kruis. En doe ik dus evenementenhulpverlening en EHBO. Waarom heb jij gekozen om bij het Rode Kruis te gaan werken? Het was eigenlijk een beetje praktische overwegingen. Ik had al mijn EHBO-diploma. En toen kon ik bij het Rode Kruis gratis zeg maar mijn herhaling doen in ruil voor evenementenhulpverlening. En ja, een evenementenhulpverlening is eigenlijk super tof. Toen ik begon, je krijgt zoveel ervaringen. En je doet hele leuke dingen. En wat was dat leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Mm,
Ja, het is misschien niet altijd het leukste, maar juist eigenlijk echt de spannende dingen die je meemaakt tijdens evenementen. Als er echt iets heftigs gebeurt, dat geeft je echt een adrenaline kick en dan kun je echt anderen helpen. Dat is echt super tof. We hebben nog maar 5 jongeren, maar we hebben natuurlijk veel meer nodig. En ons doel is in ieder geval voor dit jaar 10 jongeren binnen te slepen. En als je nou enthousiast bent geworden, wat moet je dan doen? Contact met ons opnemen via social media. Dat is de handigste manier. En dan nu het weekoverzicht. Boerderij Elzenhoven heeft afgelopen zaterdag ten ere van haar 40-jarig bestaan speciaal bezoek gehad. En wij hadden de eer een consult te krijgen van ons geliefde Amstelveense zwijntje. Eerder hebben wij aandacht besteed aan het zwijntje dat hier op dit moment logeert. Voor ons natuurlijk de kans om te vragen of hij even naar het zwijntje wilt kijken. Nou, ik heb hem net even onderzocht. Ik denk dat hij last heeft van een kopervergiftiging. En ik begreep dat er heel wat discussie is over waar die moet staan. Varkens zijn sociale dieren, dus die moeten eigenlijk met soortgenoten. Dus als ik erop mag stemmen, dan zeg ik dat hij hier blijft bij de andere varkentjes. Nou, daar gaan we dan maar voor. Oké. Dankjewel. Graag gedaan. De uitzending van Beestengeluk is te zien vanaf 20 februari op SBS6. De brandweer moest vorige week uitrukken naar een fietsenstalling aan de Groenelaan. De brand in het fietsenhok werd rond 1:12 vrijdagnacht ontdekt door een voorbijganger. De brandweer kon niet voorkomen dat een groot deel van het houten hok in vlammen opging. Voorbijgangers verklaren 3 jongeren te hebben zien wegrennen. Met die verklaring bestaat de mogelijkheid dat het vuur is aangestoken. De politie heeft dit niet kunnen bevestigen. Het fietsenhok, grenzend aan het gebouw van Amstelring, is vaker de hangplek van jongeren. Carnaval in Amstelveen. Afgelopen weekend vierden de turftrappers dit voor hun Bourgondische feest in onze gemeente. En wij gingen mee. Carnaval in Amstelveen dus. Ja, is dat een feest? Ik weet het niet. En als je een feest wil laten beoordelen, dan moet je het eigenlijk door iemand laten doen die er veel verstand van heeft. En daarom, wij hebben meegenomen vandaag, jawel, Nadine. En Nadine komt uit Limburg, toch? Dat klopt. En daar vieren ze echt carnaval, hè? Ja, precies. Ik kom uit Maastricht en daar weten we heel goed hoe we carnaval moeten vieren. Ja. En zullen we anders gewoon met z'n tweetjes eens gaan kijken en beoordelen hoe carnaval in Amstelveen gevierd wordt? Ja, dat is een heel goed idee. Kom. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, een leef. Pak alles wat je kan. Ja, en het klopt inderdaad. Sommige Amstelveners vinden het fantastisch dat de carnavalsvereniging even langskomt. Pak alles wat je kan. Nou, dat was het dan. We hebben een paar kroegen gehad. En wat is jouw oordeel? Nou ja, ze proberen het wel. Het ziet er wel gezellig uit, maar het valt natuurlijk niet te vergelijken met hoe het er in Limburg aan toe gaat. Ja. Kom jij nog terug in Amstelveen met carnaval? Ik betwijfel het. De gemeente Amstelveen organiseert in samenwerking met ProDemos het educatieve doelprogramma Democracy. Het programma is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 in het praktijk- en speciaal onderwijs. Op deze manier kunnen zij kennis maken met de eerste stappen in het gemeentehuis en de democratische besluitvorming door samen een stad te gaan bouwen. Dat wilden wij graag zien. Vandaag nemen de Amstelveense kids de raadzaal over. Het spel Democracy, daar draait het allemaal om. Vandaag is Michiel de Ruiterschool aan de beurt en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe zij het doen. Democracy is eigenlijk een spel waarmee je met leerlingen langzaam een stad bouwt, Democracy. Ze mogen kiezen welke gebouwen ze belangrijk vinden vanuit hun zelfgeformeerde partij. En dan gaan ze erover stemmen welke gebouwen er worden geplaatst. Klein beetje zoals in het echt. VVD en D66 willen dat er zo snel mogelijk ook in de delen van Randwijk, dichtbij de Amsterdamse weg, betaald parkeren wordt ingevoerd. Als daar voldoende draagvlak bij de bewoners voor is. De enquête die uitgevoerd is, vinden ze onjuist, omdat niet-stemmers zijn meegeteld als tegenstemmers. Er moet volgens de twee partijen dus een nieuwe enquête komen. Bij de Henegouwse Laan aan de Beneluxbaankant van Randwijk komt na een enquête binnenkort wel betaald parkeren. De parkeerproblemen voor bewoners ontstonden toen betaald parkeren in Amsterdam werd ingevoerd. Nou, heel veel bewoners die hebben ons benaderd over een onaanvaardbaar hoge parkeerdruk. Ellende die natuurlijk ontstaan is door Amsterdam, door het invoeren van betaald parkeren daar.
En we willen graag deze buurt, nou in dit geval een herkansing geven, om ook te kiezen voor betaald parkeren. Dat betekent vergunning parkeren voor de bewoners. Het was een enquête van de gemeente, maar jullie vinden dat geen deugdelijke enquête, hè? Nee, een niet-stem werd geteld als nee-stem. En daardoor is er bijvoorbeeld hier in deze straat in Laanhoorn is er geen meerderheid voor het invoeren van betaald parkeren gekomen. En daardoor wordt deze wijk niet meegenomen met eigenlijk de proef om hier vergunning of betaald parkeren in te voeren. Wethouder Jeroen Brandes zegt dat hij de ontwikkelingen goed in de gaten houdt en zo nodig het betaald parkeren in Randwijk zal uitbreiden. Hij is niet bang voor het waterbed of olievlek-effect naar andere wijken, omdat het juist de bedoeling is de parkeerdruk beter te verdelen. Nou, we hebben afgelopen woensdag inderdaad besloten om in een deel van Randwijk betaald parkeren in te voeren. We hebben toen ook uitgesproken dat de manier van enquêteren op zijn zachtst gezegd ongelukkig is. En toen heb ik aangegeven dat ik in het eerste kwartaal 2016 met een analyse kom en dan mag de raad daar verder over beslissen. Maar het mag duidelijk zijn dat hier in Randwijk een begin gemaakt is met het zoeken naar een oplossing voor de parkeerdruk door dat te gaan reguleren. En wij hebben hier gezegd dat we moeten acteren omdat Amsterdam ook betaald parkeer heeft ingevoerd. Maar wij weten ook dat een paar straten verderop de straten wel degelijk een wat lagere parkeerdruk hebben. Dus die kunnen een deel van de verschuiving die ongetwijfeld gaat plaatsvinden ook opvangen. En dat noemen wij dan de olievlek en dat is precies wat we beogen ook ermee. Het probleem niet meer alleen hier centraal, maar dat het juist een beetje wegloopt in de wijk. Deze week werd een tweetal straatrovers opgepakt omdat een alerte bewoner had gereageerd op een burgernetoproep. De twee hadden iemand beroofd aan de Jol in Waardhuizen. En zo ziet u maar, elkaar waarschuwen kan leiden tot het oplossen van misdaden. Daarom is in Waardhuizen vorige week een WhatsApp-preventiegroep gestart, zoals dat nu ook in de wijken Middenhoven en Westwijk gebeurt. Zulke groepen belangrijk zijn bleek dus gisteravond vrijwel meteen. De nog kerstverse preventiegroep werd diezelfde avond na het oprichten opgeschrikt door een beroving. Ja, dat klopt. Dus gisteren is de Facebookpagina in de lucht gegaan. En een paar uur later werd er via Burgernet een actie opgestart wegens een beroving hier op de Jol. En werd dat dan ook meteen in de groep gegooid of hoe ging dat? Nou, die groep bestond toen pas enkele uren, maar ik heb wel vannacht dus al 10 aanmeldingen gekregen van mensen die zich in de groep willen aansluiten. De preventiegroep ontstond naar een idee van de buurtwijk Middenhoven, welke een week eerder werd gelanceerd. Het is ontstaan naar aanleiding van de preventiegroep van Middenhoven. En het leek mij een goed initiatief om dat ook voor Waardhuizen te starten. Hoe veiliger de buurt. Van jong en oud is iedereen welkom om zich aan te melden. Iedereen uit Waardhuizen kan zich aanmelden via waardhuizen1186@outlook.com of via de Facebookpagina Waardhuizen Preventiegroep Amstelveen. In Middenhoven? Ja, de mensen in Middenhoven kunnen zich aanmelden op e-mail 1188@sigo.nl of via de Facebookpagina Middenhoven WhatsApp buurtpreventie. Misbruik van het alarmnummer 112 komt nog steeds te vaak voor en dat levert regelmatig gevaarlijke situaties op. De politie van Amsterdam pakt misbruikers hard aan. Wij brachten gisteren op de dag van het Europees alarmnummer een bezoek aan de meldkamer. En met de politie, wat is de locatie van de noodgeval? Wat zegt u? Nou, u hoeft mij niet zo uit te schelden hoor, daar ben ik niet van gediend. Ik scheld u ook niet uit. We krijgen die telefoontjes krijgen wij binnen die eigenlijk niet hier thuis horen. Dan kunnen we natuurlijk zien aan de hand van het 06-nummer wie er belt. Haalt iemand zijn simkaart eruit of belt hij anoniem, dan kunnen we toch aan de hand van het e-mail-nummer, het toestelnummer, kunnen we zien wie er belt. Daar zit ook een locatie zit daarbij. En als dat meerdere malen voorkomt, wordt wat ons betreft dat nummer hot. En dan zullen we op enig moment tot aanhouding van die persoon overgaan. En heeft het normale, zeg maar, de echte 112-melding daar last van? Ja, want nu zitten we met heel veel mensen, maar als we met onderbezetting zitten of je hebt het gewoon heel druk met de 112, het is gewoon heel veel aanbod en je hebt zo'n misbruiker aan de telefoon, maar aan de andere kant heb je iemand die wel hulp nodig heeft, ja, die kan je dan niet helpen, want je hebt al een lijn bezet. De gemeenteraad van Uithoorn wil bij de landelijke politiek aankloppen om maatregelen te nemen tegen vliegtuigoverlast. In Uithoorn is de herrie van de vliegtuigen voor velen een doorn in het oog.
Nou, wat we gaan doen met de werkgroep is eigenlijk, we hebben ons heel erg verdiept erin. Hè? Dus we hebben zorgen dat we gewoon goed weten hoe het allemaal in elkaar zit. En dan gaan we eigenlijk deze mening dat dit voor een uithoren niet acceptabel is, die willen we uitdragen en die willen we, dat willen we duidelijk maken aan het ministerie, aan de Tweede Kamer, aan de provincie. Nou ja, overal waar daar nog enige mogelijkheid misschien is om dat wat te verbeteren. Eigenlijk gaat het om de Aalsmeerbaan, hè, die wordt veel ingezet. En de groei van Schiphol wordt vooral afgedaan op de Aalsmeerbaan. Is gisteren in de Tweede Kamer ook besproken, is de nieuwe wet luchtvaart aan de orde geweest. En dat is eigenlijk niet zozeer nieuw voor ons, want we weten wel dat er hinder meer gaat worden. Maar het is meer dan afgesproken was. En dat is iets waar wij ons niet kunnen mee verenigen. Want dat betekent een hele erge verslechtering van de leefbaarheid in Uithoren. En de gevolgen ook voor, ruimtelijk. Hè, dat grens van waar gebouwd mag worden komt veel verder over Uithoorn te liggen. En de hinder natuurlijk vooral voor de inwoners. Voor de gezondheid, voor de leefbaarheid van Uithoorn. In de Tweede Kamer is de situatie rond Schiphol besproken. Duidelijk werd dat de PvdA en CDA zich zorgen maken over de Aalsmeerbaan. Maar staatssecretaris Sharon Dijksma zei dat het gebruik van die baan de komende jaren alleen maar zal toenemen vanwege de groei van Schiphol. Vanavond en vannacht is het helder, wat leidt tot een graadje vorst. Er staat erbij een zwakke oostenwind. Zaterdag begint met zonnig weer, maar in de middag volgt er wat bewolking. Het blijft gelukkig wel droog en het wordt zo'n 6 graden bij een zwak tot matige oostenwind. En tot zover het RTVA-nieuws van deze week. Maandag zijn wij er weer. En tot die tijd kunt u voor het laatste nieuws terecht op onze website rtva.nl. Ik wens u een goed weekend en graag tot dan.